Dennis de Kloeze, Feyenoord verlies van Ajax, maar na afloop hebben veel meer mensen het over iets anders. Hoe heb jij dat ervaren dat die wedstrijd gestaakt werd? Ja, dat is, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik zal zeker de krachttermen niet gebruiken die John de Wolf gebruikte, maar ik sluit me wel aan bij zijn gevoel. En hij sprak uit zijn hart en voor ons, om hier te komen, daar is zoveel werk voor nodig, daar zijn zoveel mensen voor nodig, daar is zoveel energie voor nodig om op dit niveau te kunnen acteren. En om het dan te laten verpesten door iemand die eigenlijk gewoon een ongeschreven code schendt. En ja, het respect voor onze eigen spelers en de tegenstander op het veld moet er altijd zijn. Waar ben jij zelf het meest teleurgesteld in? Nou, wij hebben natuurlijk een aantal weken geleden hebben wij de klassieker hier gespeeld. Met 4 netten om het veld heen. Daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd. Ook om bepaalde vakken natuurlijk gewoon vol te laten staan. En dan dat vertrouwen, dat is natuurlijk wel op deze manier, dat wordt wel op de proef gesteld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zullen zijn. Ik denk dat wij fantastische supporters hebben, fantastisch legioen. We staan niet voor niks met het elftal op de plek waar we nu staan, want dat kan zonder hun niet. Maar dit is natuurlijk wel iets waar we eens even heel goed over moeten gaan nadenken. En bijzonder teleurstellend als een wedstrijd onderbroken moet worden. En dan zelfs het risico loopt dat je natuurlijk een wedstrijd niet kan uitspelen. Grote straffen, noem het maar op. Dat is bijzonder beschamend. Dat moet ik eerlijk zeggen dat ook zeker een excuus naar spelen van Ajax en naar de organisatie van Ajax toch wel op zijn plek is. Ja. Jullie hadden het erover, ja, we hebben stappen gezet om ergens naartoe te komen. Nu ga je weer een aantal stappen terug doen over uitpubliek. Hoef je niet meer te praten. En elke wedstrijd zal nu met netten gespeeld moeten worden, lijkt het wel. Ja, ik hoop dat niet te veel vooruitdenken is. Ik denk en ik hoop dat dit een incident op zich is waar we zeker ons ongelooflijk serieus over moeten buigen. Dat moeten we echt analyseren. Wij moeten er echt op een goede manier en zeker met de juiste instanties over praten. Maar dit kunnen wij natuurlijk niet hebben, want dit benadeelt de club op alle mogelijke fronten. Is het een incident? Want het was niet één iemand die wat gooide, natuurlijk als één iemand die hem raakte. Maar er waren veel meer mensen die aan het gooien waren. Ja, dat is dat is juist gezien en dat is wel heel erg triest. Het feit ook dat iemand dan geraakt wordt is natuurlijk meer dan beschamend. En wij zullen er zeker geen genoegen mee nemen. Het een van de meest, misschien het positieve punt, is dat degene die het gedaan heeft opgepakt is. En daar zullen we in ieder geval op de juiste manier mee omgaan. Is nog iemand opgepakt, hebben we gehoord van burgemeester Abu Talib. Dat was voor het vuurwerk voorafgaand aan dit duel. Hoe kan dat nou dat het iedere keer zoveel vuurwerk is hier bij Feyenoord? Ja, ik vond vandaag ook bijvoorbeeld dat we echt op een punt kwamen dat we hier eens even heel goed over moeten gaan praten. En met de juiste mensen. Want als ik hier de oplossing zou hebben en zo snel voor je, ja, dan had ik het. Het is niet de eerste keer natuurlijk, hè, zoveel vuurwerk voorafgaand. En vaak is het mooi en is het ook wel eens gereguleerd. Maar dit, was dit normaal? Nou, ik denk dat dit niet normaal was, nee. Nee. Ik denk dat dit op een gegeven moment, er zijn natuurlijk momenten geweest waar, ja, iedereen naar kijkt en dat een fantastische sfeerbeleving geeft, waar zeker ook heel veel communicatie is over. En dan vandaag, sowieso de wedstrijd moest laten beginnen, rook moest uit het stadion. Ja, dat zijn allemaal elementen en dan zeker nog wat er in de tweede helft gebeurt, waardoor het gewoon een bijzonder, buiten het verhaal dat we hier verliezen, dat het een bijzonder teleurstellende en trieste avond is. Zo eindigt de avond zoals hij begon met het rook. Heel zwart. Dit was zeker een zwarte avond.